Drie punten tegen Vitesse. Je eerste goal. Ja, hoe voel je je nu? Ik voel me fantastisch. Heel blij voor het team ook. Uh, mooie stap gezet. Je bent heel blij voor het team. Maar je hunkerde zelf naar die eerste goal. Dus ik kan me voorstellen dat je voor jezelf ook wel een enorme ontlading vond. Ja, voelde. voor mezelf ben ik ook echt heel erg blij. Heel uh, lang uh, toegewerkt naar dit moment. Je leek aan de basis te staan van een goal. Want Aaron Meijers wilde gewoon die bal op doel schieten. Maar uh, had je nog verwacht dat hij bij de tweede paal aan zou komen? Want zo reageerde je wel. Ja, drie weken geleden stond ik op dezelfde positie toen de fans er waren. En uh, kwam die bal zomaar voor mijn voeten. En toen was ik er niet klaar voor, maar nu uh, was ik er zeker klaar voor. Want die uh, situatie herkende je van die wedstrijd tegen VVV. Oh ja, oh ja. En daardoor wist je dat hij er weer zou komen. Uh, ja, hoe groot was jouw ontlading op dat moment? Heel erg groot. Deze goal heb ik gemaakt voor mijn oude teamgenoot. Voor, ja, voor uh, Ousmane. Je had ja. het shirt, kun je kun je die even laten zien? Had je, hoe lang uh, had je dat shirt al? Ik heb hem vorige week gedrukt. Vorige week zei ik tegen mezelf: mijn eerste goals voor hem. En uh, ik zei ook tegen mezelf dat ik de eerste volgende wedstrijd gewoon ga scoren. En ja, dat is wel heel bijzonder dat je er best wel een paar wedstrijden op uh, zat te wachten, maar dat je dat, dat is op dat moment aanvoelde op een manier. Ja, heel raar eigenlijk, maar ik ben heel blij. Maar op dat moment scoor je. Je hebt natuurlijk een ontzettend, ontzettend ontlading. En toch is je eerste gedachte nog steeds aan het, ja, het doelpunt aan hem op te dragen. Ja, ik ben hem niet vergeten. Ik ga, ga hem ook nooit vergeten. Deze is gewoon echt voor hem en zijn familie.